Straks. PS Vita 1,2 miljoen keer over de toonbank. Pokémon Black and White 2 aangekondigd. En details over Assassin's Creed 3 en nieuwe SimCity lekken uit. Maar we beginnen met nieuws over Killzone 3. De multiplayer-modus van Killzone 3 is sinds deze week gratis te proberen voor PlayStation 3-gebruikers. Liefhebbers van het schietspel kunnen de modus downloaden en tot en met level 15 spelen zonder te betalen. Wie daarna de volledige multiplayer-ervaring wil ervaren, kan €15 betalen om alle beperkingen op te heffen. Alle maps en spelmodi zijn voor iedereen beschikbaar. Afgelopen week is er informatie uitgelekt over een nieuw SimCity-deel. Volgens een Duits tijdschrift komt de volgende SimCity in 2013 uit. Het nieuwe deel moet zijn voorgangers vooral technisch achter zich laten. De nieuwe engine voor het spel maakt het mogelijk om bij het inzoomen snel meer details te tonen, zoals de aanpassingen die spelers zelf kunnen maken aan gebouwen. Ook doken onlangs afbeeldingen op van Assassin's Creed 3. Ubisoft heeft al gezegd dat de game op 30 oktober verschijnt, maar nu is ook bekend geworden dat de game zich tijdens de Amerikaanse revolutie afspeelt. Wie de hoofdrol in het spel op zich neemt, is nog niet onthuld. Het gaat wel zeker om een nieuw iemand. De verhaallijnen van Ezio en Altair werden met Assassin's Creed Revelations al afgesloten. Er zijn inmiddels wereldwijd meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht van de Vita. De nieuwe handheld werd eind vorig jaar in Japan gelanceerd en kwam onlangs uit in Europa en de Verenigde Staten. Van spellen voor de Vita zijn er in totaal meer dan 2 miljoen verkocht. In de herfst van dit jaar brengt Nintendo Pokémon Black and White 2 uit, direct te vervolgen op het vorig jaar verschenen Black and White. In beide games staat de legendarische Pokémon Kyurem centraal, maar iedere versie heeft zijn eigen vorm. Het is voor het eerst dat Nintendo genummerde opvolgers in de Pokémon-serie uitbrengt. De echte vervolgdelen krijgen meestal 2 nieuwe kleuren mee, zoals bij Gold en Silver. Bij Black and White werd verwacht dat er nog een Grey-versie zou verschijnen, een soort uitbreiding op de 2 bijbehorende games. Black and White 2 komen niet uit op Nintendo's nieuwste handheld, de Nintendo 3DS, maar op de Nintendo DS. Spelers die de vervolgdelen op een Nintendo DSi of 3DS spelen, kunnen wel een aantal extra mogelijkheden verwachten. En we sluiten dit gamejournaal af met nieuwe beelden van Mass Effect 3. Volgende week zijn we er weer. Tot dan! Faced with becoming nothing, we fight for everything.